Die zijn lekker. En, we hebben een winnaar. We maken daar geen reclame mee, maar andere YouTubers wel. Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe video. En vandaag is de dag dat deze vriend hier jarig is. Noah is vandaag 8 jaar geworden. Ja. Je moet nog iets vertellen van gisteren van de tijd. Ja, ik moet nog iets vertellen. Gisteren, Noah mocht gisteren zo lang opblijven als hij wou. Dat was een van de cadeautjes. En hij is gaan slapen om 11:30. En Noah, die mocht op de iPad tot 11:00. En dan was het apparaatvrije tijd. Dus wat doet Noah? Die legt zich neer, die oogjes vallen zo wat toe. We zeggen, Noah niet slapen. Nee, ik ben wakker. Noah pakt een dekentje, legt een dekentje op zich. Noah niet slapen. Nee, ik ben wakker. Zou je niet gaan slapen? Maar ik kan niet staan op mijn benen. Ik heb op mijn bedje moeten leggen, zo moe was hij. En deze morgen is de mam hoe laat opgestaan? Het was bijna 9:30. Om 9:30, dus hij heeft wel redelijk goed geslapen. Want gisteravond heeft hem ook nog een feestje gebouwd. Kijk maar. Hij heeft gisteren dus een geweldig cadeau. Hij heeft veel geweldige cadeaus gekregen. Maar ja, die microfoon met die box, dat steekt er toch wel uit. Hè? Maar we hebben nog niet alle cadeautjes gegeven. Er zijn nog een paar kleinere cadeautjes die je nu gaat krijgen. Ja. Oké, laten we beginnen met misschien voor een kind het minst interessante cadeau. Is dat goed? Ja, dat is goed. Een vestje? Nee, een toiletzak. Als jij nog eens op logement gaat bij iemand, kan je daar jouw tandenborstel in steken en alle dingen die je nodig hebt. Dan heb je een persoonlijke toiletzak. Moet je niet meer die van mama en papa. Volgend cadeau, we gaan er snel doorgaan. Is waar. Dit is precies een tas. Dit ga je wel leuk vinden, denk ik. En het is voor jouw gezondheid. Weet je wat het is? Het is geen snoep, het zijn vitamine, maar het smaakt naar snoepjes. Oh, ik kan niet, die zijn lekker. Kijk hoe blij met een potje vitamine. Wat doen wij dat toch goed, hè? Ook iets voor zijn gezondheid, hopen we, dat hij daar iets beter gaat doen. Maar gaat hij raden wat het is? YouTubers wel. Inderdaad. Erp. Een speciale erp voor kids. Voor kinderen. Eén cadeautje. En nog niet open doen. Je mag eerst eens proberen te raden wat dat is. Ik denk dat het weet. Maar... Wat denk je? Eerst denk ik dat het toilet. Ja? Of denk je nog iets anders? Denk dat. Denk dat? Oké, doe maar open. Zou hij het juist hebben of niet? De duurste chocoladereep die er bestaat of niet? Kost veel geld, hè, man? 10 euro, dus die man. Belgium, hè? Belgium, dat is wel heel goed in sport. Ik denk dat je beter hier losmaakt en daar losmaakt. Ik denk niet dat je dat zo goed los gaat krijgen. Ik heb dat heel goed ingepakt. Ik heb het eigenlijk juist. Ja, je hebt het juist. Je hebt het juist. Je bent juist. En nu is mijn vraag aan Noah. Ga je die ook delen of ga je die alleen opeten? Ik had dat ook aan het denken. Wat ga je daarmee doen? Alleen opeten of delen? Twee stukjes delen. Eén voor jou. Oh, hij gaat toch delen. En de rest voor Noah. Oh. Ja. Oké, dat is flink. Prachtig weer buiten. Gisteren hadden we ook supermooi weer met het feestje. En nu is het tijd om een foto te trekken van Noah met de 8. We hebben een heel mooie ballon, een 8. Hopelijk komt hij er dadelijk ook aan. Kijk eens, daar is de 8. Ga je 8 jaar geworden?
Dat was wel waar. Niet tegen het raam shotten, joh. Kom nou, ja, probeer een fotootje te trekken. We zitten hier nu aan tafel en we gaan eens kijken wat Noah allemaal heeft gekregen. We gaan dadelijk een wedstrijdje vier op een rij spelen. En dat wordt Noah tegen papa of Noah tegen papa en mama. We gaan het zien. En Noah heeft nog een ander leuk cadeautje gekregen. En dat heeft hiermee te maken. Ziet je dat? Wat zou dit toch maar zijn? Hey. Ja, oh, dat is zo zwaar. Zeg nog eens iets. Hey. Zing eens liedje. Europa. Het is al heel de ochtend zo, maar ik zal nu ook de microfoon eens nemen. Ik weet niet of dat goed toekomt op beeld daar, maar het is tijd om vier om een rij te gaan spelen. Mama, ben jij klaar? Ja. En we hebben een winnaar. Vier op een rij voor de rode. En zo zijn we alweer tot het einde gekomen van de dag. We hebben nog leuke spelletjes gespeeld. We hebben ook... Ik hoor een beetje gallen, maar dat komt hierdoor. Die gaan we dadelijk gebruiken. We hebben ook even nog naar de frituur geweest. Want Noah, die was smoutenbollen. Ja. De kermisfrituur was super lekker. Maar nu is het ook alweer tijd om deze dag af te sluiten. En ook ineens Noah zijn 8e verjaardag af te sluiten. Jammer, hè? De 8e verjaardag is nog... Hè? Nog een paar uurtjes, ja. Ja. Morgen is het school. En morgen mag jij trakteren op school. Dat is ook fijn, hè? Ja. Ja. Dus Noah gaat nu een liedje zingen. Als afsluiting van deze video. Welk liedje? Je mag kiezen. Daar Sinterklaasje, daar Zwarte Piet. Dank u voor het kijken en heel graag tot... Van die klaas. Bye bye.